ging echt heel snel die moment. We ontweken een vrachtwagen die op de pechstrook stond. Het allerlaatste moment was er een paal. Ik heb zelfs de remnummer aangeraakt. Ik heb nog geprobeerd van langs de zijkant te ontwijken, maar ik ben er al opgegaan met mijn voorwiel, denk ik, zijkant van mijn voorwiel. En dan ben ik weggecatapulteerd en ben ik op mijn rug gevallen. Oh. Maar ik voelde direct dat die linkse kant, dat is echt dat is geen grote bloedstorting. En die heup zit vol vocht, dus fietsen is er nog niet bij de eerste dagen. Zondagmorgen staat Tom Boonen nog als een van de topfavorieten aan de start van de ronde in Brugge. 19 kilometer verder is het al over en uit. En ook voor Cancellara over de streep rijdt, zit Boonen thuis in Balen voor de televisie. Ik was thuis om 3:30. Hè. Dus ik heb echt de finale nog gezien thuis. En het was echt niet leuk. Ik denk dat ik zondag ook niet op reis ben gaan kijken. Dat zijn voor mij twee van de leukste dagen van het jaar. Wat daar ook mijn seizoen voor een stuk mee staat of valt. Een seizoen dat nogthans 4 maanden geleden veelbelovend begon. We start in a hands and knee position. De Spaanse zon is nog niet helemaal op of de trainingsdag is al begonnen. Om top te zijn met Pasen moet een renner er begin januari al vol tegenaan. Very good. Niet alleen professionele wielerploegen, maar ook een hele hoop wielergekke fans trekken in januari naar de Costa. Wij komen hier altijd op vakantie en we komen Tommeke altijd opzoeken, hè, met de ploeg. Als we Tommeke niet gezien hebben, dan vakantie wel een beetje in het water. Hè. Ik denk dat hem in vorm is, ja. Ik denk wel dat hem stukken gaat maken in het voorseizoen. De trainingsschema's zijn uitgetekend door Tom Steels. De voormalige spurtbom heeft het zadel 5 jaar geleden ingewisseld voor een comfortabelere plaats achter het stuur. Ik denk dat in heel Spanje deze regio toch het meest kans biedt op goede omstandigheden. Dat je kan op de tijdritfiets getraind worden, kan bergop getraind worden, voldoende lang bergop getraind worden, vrij rustige wegen. Dus op zich is dat hier wel een heel goede omgeving om te trainen. Eigenlijk train ik zeker graag als ik koers. Dus zeker die mooie dagen dat ik kalp heb, dan zit er niks tegen. Dat zijn echt super dagen. En als alles goed gaat, ook, het is een heel mooie sport, maar het is natuurlijk ook een harde sport. 1 of 2 procentjes minder zijn, en je doet niet meer mee. Hè. Dus kunt u echt niet veroorloven van iets aan de hand te hebben dan dat ik kort cash betaald. Eén supervedette is in het hotel achtergebleven. Wereldkampioen tijdrijden Tony Martin. Een echte Duitse wielermachine. We have to go there where other people make holiday in sunny areas. But for us it's hard training, hard work and no holiday. Samen met ploegdirecteur Rolf Aldaak beeldt Martin zich af voor een lactaattest. De fysiologen van de ploeg nemen bloed af om de aanmaak van melkzuur in de spieren te meten. In the training you have a feeling about your legs, but you don't have any numbers. And it's always nice to have after the test the numbers and see where you are standing. Rolf Aldaak hing zijn fiets 8 jaar geleden aan de haak. Maar de conditie lijkt nog dik in orde. Toch moet de 44-jarige ploegdirecteur na een uur plooien. Tony Martin heeft de bovenmenselijke capaciteit om compleet verzuurd nog minutenlang door te gaan. Tot aan de pijngrens en erover. Voor hem is dit trouwens maar een opwarmertje. Gaan we voor trainen? Ja. Een half uur later knalt de wereldkampioen de weg op voor nog een paar uur individuele training. Thank you.
Het is genieten van de zon, want over een paar dagen wordt de voltallige ploeg in België verwacht. We gaan eraan beginnen. Gonna follow me, everyone. We're gonna start. De internationale sportwereld kijkt reikhalzend naar de ploegvoorstelling. Voor PR-dame Brunilde Verhenne is het alle hens aan dek. 17. Wie mis ik hier? 18? Can we do that afterwards? Is het possible to do that afterwards? Sorry, we need them now. Thank you. Ruim 140 journalisten uit de hele wereld zijn afgezakt naar Gent. We hebben toch wel een topploeg, hè? We hadden voor Bonen altijd al zoveel aandacht. En nu zit daar nog een keer Cavendish bij. Zo raar is dat eigenlijk niet. Dus we zijn erbij natuurlijk. Maar als je het 60 overwinning gehaald hebt het jaar ervoor, dan mogen ze alles komen. The thing is, there's been a massive explosion of interest in cycling in England. It's a little bit like the Tour of Flanders here in Belgium. And so now we're chasing everything we possibly can about cycling. Here in one of the hearts of cycling in Europe. Il y a l'arrivée de Mark Cavendish, il y a Tom Boonen qui a fait une saison exceptionnelle, et puis il y a toujours des coureurs comme Tony Martin, Sylvain Chavanel, qui sont des coureurs toujours intéressants. Franchement, quand on voit le monde qu'il y a, je suis pas bien sûr qu'à, je sais pas, Anderlecht ou au Standard de Liège, dans une présentation de début de saison, il y a autant de monde. Tom Martin, Tom Boonen, Chavanel. De media show is een verplicht nummer. De renners doen het met een glimlach, omdat het prof zijn. Ik hou van natuur en dan niet van. Dus doe gewoon 4-5 uur mee of hoe lang dat duurt. Maar dan ben ik steek kapot nadien ook en ik doe dat gewoon niet graag. Na de officiële show is er de onvermijdelijke stormloop richting Tom Boonen en Mark Cavendish. Tijd voor perschef Alessandro Tenier om politieagent te spelen. Tranquil. Hey. Hey, relax. Okay. Can you stay a little bit? Yeah. It's like in a sprint here. But every year is like, you know, mess around our champions. But I think it's a part of the game, you know. So we can deal with it. Thank you very much. Tom in French. Bonjour. Nederlandse pers, Raffel, dezelfde 20 vragen. Franse pers, dezelfde 20 vragen. Engelse pers, dezelfde 20 vragen. Dat is even duur van, jongens. We zijn mee bezig. En die staan dan ook de hele tijd er nog eens bij. Hè? Dus die Nederlandse pers die blijft staan als de Franse pers. De Franse blijft staan met de Nederlandse. Dus die verstaan dat ook allemaal wel, maar ze moesten maar eens een woordje missen. De journalisten zijn hongerig. Maar niet alleen naar nieuws over de ploeg. Uitgerekend nu besluit Lance Armstrong zijn dopinggebruik te bekennen. Voor Omega Pharma Quickstep een dikke tegenvaller. L'actualité, c'est aussi Armstrong, quel est votre sentiment? Ouais, je veux que ça s'arrête le plus vite possible. Wat weet ik nu in godsnaam over Lance Armstrong? Dat is zelfs als ze mij een vraag stellen over Barack Obama. Ik ken die mensen ook niet. Allee, dat is... En dan moet je er ook nog voorzichtig mee zijn wat je zegt, want het wordt altijd teruggegeven achteraf. Als je iets verkeerd zegt of je wordt verkeerd geïnterpreteerd. Mark Cavendish heeft zo zijn eigen stijl om vervelende vragen te ontwijken. He just wants to talk about Lance. No, you can't. Fuck off. Yeah. We are here for our team presentation, okay? Yeah. Then we talk about us. There's nothing to say about the other item for this moment, okay? Thanks. If he knows he's got 100 interviews to do and he does 100 interviews, it's fine. If he thinks he's got 100 interviews to do and he has to do 105 interviews, then he'll be annoyed. But no, he's not. He's not that angry. He just gets frustrated about stuff. Als spraakmakende afsluiter is er een koninklijk sprintduel. De bom van Balen tegen nieuwkomer Mark Cavendish. Boonen krijgt de eer. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht. Maar wat Boonen nog niet weet, is dat er in zijn linker elleboog op dit moment al een gevaar aan het broeien is. Het gevolg van een bacterie in een schijnbaar onschuldige schram. Dus dat was een klein wondje en in dat wondje is een bacterie ingekropen op het moment dat dat bijna dicht was. En toen die bacterie sterk genoeg was om de rest van mijn lichaam aan te vallen, heeft hij dat gedaan. En toen
hebben ze met mijn spoed moeten opereren zondag. Want dat was redelijk riskant om te worden voor, om het loodje erbij te leggen zelfs. In plaats van de eerste competitiekilometers te rijden in Qatar, trekt Bonen op trainingskamp naar Mallorca. Met trouwe luitenant Nicolas Maas aan zijn zijde moet hij weer helemaal van nul beginnen. Op het moment dat je eigenlijk ontslagen wordt uit het ziekenhuis, dan zouden normale mensen nog 3 weken ziekenkast pakken om een beetje te bekomen. Maar wij moeten de dag nadien dan terug beginnen trainen omdat je achterstand in te halen hebt. Toen hebben ze mij alle dagen natuurlijk bloed getrokken. Als je dat dan ziet wat dat in je lichaam doet, dat is waanzinnig. Ik was op 5 dagen tijd, zitten we aan een kankerpatiënt. Die bloedwaarden zijn allemaal gewoon weg. De operatie en antibiotica-kuur zijn een aanslag op de conditie. Voorlopig kunnen zelfs wielertoeristen nog aanklampen en gaat het Bonen niet echt voor de wind. Heel gevaarlijk windje vandaag. Je kunt hier heel mooie dagen hebben. Maar januari, februari is echt heel vaak nog veel slechter dan dit. Mallorca klinkt misschien wel exotisch. Het is en blijft een wintertrainingskamp. De meeste mensen denken, oh, maar ja, ga je toch geluk zijn? Je kunt toch naar Spanje gaan trainen of naar Mallorca in dit geval. Maar meestal zijn dat lege hotels die dat gewoon dicht zijn en die gaan dan open voor 2 weken of voor 1 week. Dat is daar ijskoud in dan dikwijls. Die keuken dat draait maar op 5%. Maar meestal is dat wel halen met de pet op. Hè. Daarom is ook Mitch Koldenhoff bij de ploeg gekomen. Als vliegende chef volgt hij de renners 150 dagen per jaar. Dat is een jaar of 5, 6 geleden. Zijn we daarmee begonnen. En op dat moment waren er nog helemaal geen koks bij geen enkele wielerploeg. De dag van vandaag is het eerder een uitzondering om geen kok te hebben dan wel eentje. Terwijl vroeger, als ze vroeger in Frankrijk of Spanje op het hotel gingen, dan was het altijd van, wat zou het vanavond zijn? En nu weten ze het, verstaan? Het blijft ook de brandstof dat je in je lichaam stikt. Dus dat is wel het belangrijkste eigenlijk dat er is voor ons. Ik kan het niet optellen hoeveel keren dat ik ziek ben geweest omdat je gewoon slecht eten eet. En je maag is al heel gevoelig omdat je de hele dag in de hitte hebt gereden en misschien 10, 15 bidons hebt moeten drinken. Dan kunnen dat missen als kiespijn. En daarom dat is echt nodig. Dat is geen overbodige luxe. Een normale man heeft ongeveer 2800 calorieën nodig om de dag door te komen. Een renner krijgt er met alle energierepen en de stevige maar vetarme porties van Mitch bijna 3 keer zoveel binnen. Ik schat dat die mannen zo'n 7.000 à 8.000 calorieën per dag binnen doen. Maar langs de andere kant, dezelfde dag zijn ze zo kwijt. Verstaan je? Dus ze eten veel, maar ze verbruiken ook. Moest een normale persoon zoals jij of ik 8.000 calorieën per dag binnen doen, je zou rap naar buiten rollen. In een leeg hotel valt er weinig te beleven. De satelliet op de ploegbus brengt redding. Geen enkele renner die het WK van de collega's uit het veld rijden wil missen. Voor Mitch zit een lange shift in de keuken er eindelijk op. En af en toe, als je een hele dag hard gewerkt hebt, ben ik wel eens toe aan een stoommatje. Mallorca kan dan wel winderig en nat zijn. In Vlaanderen lijkt het wel alsof er een nieuwe ijstijd zit aan te komen. De wielerkoorts stijgt. Maar de temperatuur daalt en het blijft maar sneeuwen. De VIP-gasten voor Kuurne-Brussel-Kuurne ontbijten samen met de renners in het hotel. Hier zien ze de renners, daar zit Cavendish, Steegman zit daar. Al de vedetten komen hier binnen en dus ze komen hier gepasseerd aan onze neus. Dus dat is wel leuk. De mensen die komen zitten eindelijk in de wedstrijd nu al, van 's morgens vroeg 8 uur. Maar aan de tafel van de ploegleiding is er twijfel of er wel gereden zal worden in de sneeuw.
zullen zien. Zijn een blinde. Niet. Koers of geen koers, Joop Lankaert maakt de VIP-wagen klaar voor een onvergetelijke dag. Zoals altijd met de nodige ernst. Oh. Oh, dat is niet een van ons. C4, hè. C4, hè. Dan is het nog even wachten op een foto met de vedette. Entertainer Jo, zelf ooit nog winnaar in Kuurne, rakelt enkele wieleranekdotes op. Ik kost er vele kloppen, hè. Cipollini en al, klopt er al die man op onder de schouder, hè. Achter de koers, hè. Goed gereden. Klopt, ik had er veel geklopt, hè. Goh. Hier de rest, hè. Mark Cavendish, de man van Elandman. Our client, please. Een speciaal manneke. Maar al de kampioenen zijn een beetje speciale mannen, hè. Wat zei mijn jongen met goeie karakter? Oh ja, die jongen heeft geen slecht karakter, maar die jongen die kan wel soms raar uit de hoek komen. Zo achter de koers als hij verloren heeft. Zo die zijn de fietsers smijten en zo die zijn naam kapot smijten. Maar ja, dat is temperament. Het is beter zo'n of jongen met goeie karakter die geen koersen wint. In Kuurne druipen de opgedaagde supporters één voor één af. De 66e editie zal voor volgend jaar zijn. Deze wedstrijd is jammer genoeg geannuleerd. Maar we laten ons natuurlijk niet doen. Hè. En voor de mensen, de genodigden, hè, die straks die of die op de VIP-bussen, het eten staat klaar. Mark Cavendish zal nog minstens een jaar moeten wachten om zijn titel te verlengen. Topmechanicien Kevin De Smet moet 150 fietsen en een veelvoud aan wielen het hele jaar door in perfecte staat houden. Parijs-Nice of Tirreno of Catalonië moeten altijd in orde zijn. En het is niet echt dat we 2 uur langer gaan kijken naar een fiets, omdat bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen is. De uitvalsbasis van de ploeg is dan wel in Wevelgem. Een wielerteam is tegenwoordig een echte nomadenfamilie. Het is iets speciaals. Het is een wereld. Een beetje een wereld op zich. Maar wel een toffe wereld, vind ik. We vliegen van Down Under naar Argentinië, naar Qatar, naar Oman. Dan naar Maine, Californië. Dan tijdens het seizoen in China. In Japan, Australië. Je zit veel in het goed weer als je geluk hebt. Nu dit jaar is dat wel wat minder. Iedereen is de winter beu. Maar de vrachtwagen voor Parijs-Nice, de koers naar de zon, staat vertrekkens klaar. Met een prijskaartje van bijna €10.000 per fiets kan je gerust spreken van een waardetransport. Ik denk dat Molly nu ondertussen ook vertrokken is richting hotel om al de kamers te regelen. En te voorzien waar er eventueel parking is voor de camion en de bus. Ik wou dat ik kon zweven op de wind. Maar maak zelf met je deze. De baan is als een tweede thuis voor verzorger Johan Molly. Met alle wagens, vrachtwagens en bussen rijdt de ploeg elk jaar gemakkelijk 1 miljoen kilometers bij elkaar. Dat is 23 keer de wereld rond. Als je in de wagenstap van Molly in gezeten heeft, dan weet je dat de slagers goed aan boord zijn. Al de Nederlandse muziek van allerlei genres, dat is Johan Molly. En Molly is wel een heel toffe zwemmer. Ik kijk nog altijd uit naar iedere wedstrijd. Als er een dag dan maar lang aangezegd zit van allez, nog een week weg van thuis. Dan gaat dat ook zo over op een renner. Hè. Dat is heel belangrijk dat je echt met een hoop op baan zet die dat zich allemaal goed in hun vel voelen. En natuurlijk zijn dat wel eens wat dikke fietsjes en zo, maar dan moet je onmiddellijk dan kunnen uitpraten en de groep moet er toch voor zorgen dat je die mannen wat opvangt. Molly slaapt ongeveer 200 nachten per jaar op hotel. Inchecken is pure routine. Bonjour. Equipe Omega Pharma Quickstep.
Sponskia Witwin in Nufsinger. Alle kamers moeten gecontroleerd en klaargemaakt worden. Als de renners toekomen, moeten ze recht hun bed in kunnen. Tegen de tijd dat ploegleider Wilfried Peters aankomt, moet er ook een aangepast avondmenu zijn. Molly. Kijk, dat is hier gevraagd geweest. Salade César, dat is voor de 8 coureurs. En voor het personeel is dat in plaats van rijst. Oké. Al direct frietjes? Ja. Verdomme. Maar ik zie dat je vermagerd zit. Dus. Ze zijn vermagerd, ja. Dat is keivoer. Je brengt me op verkeerde sporen, Molly. Kwart. Dan was ik goed bezig. We zijn een groep vrienden eigenlijk. Met een ene heb je meer contact dan een ander. Maar we zijn een ploeg. Het is niet zo renners, staf, directeurs. Iedereen gaat met elkaar om. Iedereen praat met elkaar. We zijn een half jaar samen. Dus, Molly deelt de slaapkamer meer met zijn collega's dan met zijn eigen vrouw. Maar hij laat het niet aan zijn hart komen. Dit afscheid, dat is maar voor even. Dus droog nu je tranen. Ik ben dan redelijk gewend dat er iedere avond toch een klein feestje is op de kamer. Dat is een beetje onze afsluiter voor de dag. Ik vind dat wel nog tof. Zo dadelijk in deel 2. Aan de vooravond van de Ronde van Vlaanderen is de sfeer bij Omega Pharma Quickstep ontspannen en de ambitie om te winnen nog groot. Quaremont, Paterberg, Koppenberg. Ja. Ja. Tom mag gaan slapen. Oké, okay. Mama, morgen. De koers naar de zon begint met een proloog. Voor Tom Boonen is deelnemen vooral belangrijk. Sylvain Chavanel wil winnen. Tu as desserré les freins hier, ça touchait. Pourtant, ils étaient pas serrés. La roue qui bougeait. Kevin, il a l'habitude de me de préparer mon matériel, tout ça. Un prologue, faut que tout soit bien, faut pas avoir de problème parce que ça va jouer à la seconde, quoi, au centième. Met maar 2,9 kilometer is het een korte en dus gevaarlijke proloog. Wie voluit wil gaan, neemt risico's. De kleinste inschattingsfout betekent het verschil tussen winst en verlies. Kom op, Sylvain. Pas trop bien, comment on fait maintenant? Allez, à tout, hop. Sprint. Go. Encore une fois, allez. Chavanel is als een van de laatste deelnemers vertrokken. En hij klopt af met de beste tijd. Voorlopig toch. Ja, maar pas op, maat. Hey. Aran. Aran. Et là, il est merde pour Damien Godin. Oh, verdomme. Niet te loven. Parfait. Félicitations. Le virage à gauche, trop fort le braquet. Et quand tu m'as dit sprint, j'ai pas osé. De sprinter, j'aurais pu sprinter plus tôt. Oui, je pense. Bah bon. Ah ben.
Maar de teleurstelling is snel weg zodra Chavanel op de massagetafel ligt bij Molly. Ik ben toujours content parce que du moment qui touche mes jambes. Du moment qui touche mes jambes, il est heureux. Voilà. Een dagelijkse massage van 50 minuten. Dat schept een band. Allee, ik voel dat er zo met je een vriend is. Hè. Ik weet niet wat jij denkt van mij. Hè? Dus ja, het is omdat we een beetje overeenkomen, eigenlijk. Hé, t'es pas fait là? T'as massé 5 minutes, Johan. Ça, c'est. Quand t'as des bonnes jambes. Allez. On doit pas faire de grand chose. Chavanel is in bloedvorm en staat tijdens Parijs-Nice zelfs op nummer 1 op de UCI-wereldranglijst. Ploegmanager Patrick Lefevre heeft met Omega Pharma Quickstep één grote missie: het beste wielerteam ter wereld worden. Er is de ambitie om ooit top 3, misschien wel 1 te worden. Maar in mijn ogen zijn we dat al. Bon, natuurlijk, je kunt alleen maar de klassering. De klassering ligt niet, je staat met de punten die je hebt. Maar image-wise, denk ik, heb Sky aan ons. Een team met de ambitie om nummer 1 te worden moet klassiekers winnen. Voor de Ronde van Vlaanderen spreekt iedereen over Peter Sagan en Fabian Cancellara. Maar natuurlijk is ook recordhouder en titelverdediger Tom Boonen favoriet. Veel hangt af van de kopman. Hè. Ik denk dat we misschien vorig jaar ook sterk waren. Ik was vorig jaar subliem. Dit jaar is het niveau van de ploeg misschien hoger dan vorig jaar. En dan ga ik met mij wat minder. Maar ja, dat zijn de situaties waar je mee moet leren leven. En daarom ook dat we tactisch denk ik iets anders gaan moeten rijden dan vorig jaar. De avond voor de grote dag verzamelt ploegleider Wilfried Peters iedereen op de kamer voor de laatste tactische bespreking. Goede afspraken maken, gewoon tegen elke persoon persoonlijk zeggen wat hij eigenlijk zijn opdracht is. Dat wordt vooral nog eens het parcours besproken, want er zitten toch, het zijn niet allemaal mannen die al 10, 12 keer de Ronde van Vlaanderen gereden hebben, en zeker de finales niet. Tom Kemmerslee, de 17 climbs. Riegenberg, Taaienberg, Eikenberg, Molenberg. Berendries, Valkenberg, Kwaremond, Waterberg, Koppenberg. Ja. Ja. Oh, Tom mag gaan slapen, is goed. Ah, ja, oké, mama, morgen. Stik die computer nu weg, hè. Hey. De Parastral van de Molenberg, zeker. Goed. Nou. So, guys, we have the big favorites like Cancellara Sagan. I think we need a good tactic for the beat these guys. We have strong riders. Last week we won with Sylvain Chavanel. Chavanel is iemand die eigenlijk in dienst van Tom Boonen een goed resultaat al behaald heeft. Ik denk als schaduwkopman een van de beste mannen die we in de ploeg kunnen hebben. Ik verwacht niet dat ik ga winnen. Dat zou bijna onmogelijk zijn. Als alles mee zit en ik kan op mijn ervaring een beetje overleven en ik kan een beetje. Ja, we profiteren misschien van wat concurrentie tussen Sagan en Cancellara of zo, van die dingen, dat hij niet wil doorrijden, we kunnen terugkomen. Dat zou het kunnen, maar zeker niet op een dominante manier. Dat gaat niet, ik ben echt nog niet goed. Iedere atleet die dat een topprestatie moet neerzetten, dat hij eigenlijk gewoon zo rustig mogelijk wil blijven en zo weinig mogelijk zeven als een kop wilt hebben. Maar natuurlijk, ja, op bepaalde momenten is dat gewoon een zee van lawaai. Ja, dat zal die kant zijn, want we zijn al weg. We gaan vertrekken. Dan nog proberen we toch een concentratie te behouden, want dat is toch het allerbelangrijkste op zo'n dag. Hoe meer kanshebber dat je zij, denk ik, hoe minder bewust dat je eigen zij van het publiek. We start all in the first line, guys. Now we go for gold. Come on. Thank you.
gekocheld en dat had natuurlijk veel mooier gekunnen. Maar we weten allemaal dat het erbij hoort. En vorig jaar zat Fabian in de hoek waar de klappen vielen. En nu is het blijkbaar aan mij. En dat is niet leuk, maar het hoort erbij. En ik heb vorig jaar een enorm mooi seizoen gekregen. ...2011 was ook een rampjaar, 2012 was super, dus 2014 valt maar komen.